dinsdagochtend Pasen voorbij. We gaan zo de kids naar school en de putten speelzaal brengen. Althans, we, ik. Nick en Lea hebben een leuk cadeautje gekregen. Dus voordat we naar school gaan, gaan we dat nog even regelen. Dit is goed. Zo. En wat komt eruit dan, denk je, Nick? Een eend. Gelukt? Ja. Oké. Nou, de grote is voor Nick en de kleine is voor Lea. En dan kunnen we vanmiddag na school weer eens even kijken of er al een scheurtje in het ijs zit. Goed? Ja. Ja. De kinderen zijn op school. Ik heb al boodschapjes gedaan bij de Lidl. Ik ben nu even aan het eten. Een walnotenbroodje met avocado en tomaat. En ik ga even werken. En wat ik nu eerst ga doen is proberen de telefoon te koppelen aan deze camera. En dan kan ik de foto's als het goed is meteen van die naar die sturen en online zetten. Bij deze ook even onze Instagram en onze Facebookpagina. Zodat je ons daar ook dagelijks kunt volgen als je daar zin in hebt. Hallo, welkom in deze nieuwe week. Vlogje is klaar. Mijn werk zit erop vandaag, althans het editwerk. Maarten heeft gekookt, we hebben pizza gegeten. En ik vertrek nu even naar buiten. Ik ga onze caravan lente klaarmaken. Nou, dan gaan we dat beestje eens even poetsen, hè. Top. Kijk eens of op de badkamer oranje is. Ja, we gaan even aan. Oké. Hier staan weer de schone spulletjes, die gaan morgen in de caravan. Ik ben alweer lekker even gedoucht. En hier hangt nog wat was die ik aan het bijwerken ben. Ja, dan kunnen we de komende dagen de caravan helemaal inrichten. En ik moet zeggen, het scheelt echt enorm als je minimalistisch bent. Althans, ja, wij zijn niet 100% minimalistisch. Ja, wat is dat? Maar in ieder geval dat we echt alleen maar spullen in huis hebben die we ook echt gebruiken. Ja, we kunnen heus nog wel wat wegdonderen, denk ik. Wat denk jij, schat? Altijd. Altijd. Maar het scheelt echt al dat we, ja, niet zo heel veel troep hebben. En ja, dat gewoon duidelijk is wat waar hoort. En ja, dat scheelt echt gewoon heel veel tijd bij zulke soort dingen. Als je koffers moet pakken of als je op vakantie gaat. Ik ben weer terug van de boodschappentocht met Lea. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht bij de Jalinder. Biologische margarine. Soja, yoghurt, amandeldrink en rijstdrink. Dit wilde Lea heel graag hebben voor op de chocomel. Dan hebben we hier wat vegetarische vleesdingetjes, burgertjes. Voor in de caravan van Maarten cappuccino zakjes, bronwater. En van die kleine kuipjes voor op de boterham te smeren. En een bedankje voor degene waar we gaan staan. En er komt nog een bos tulpen bij. En dan heb ik nog zo'n stapel magazines gekocht. Ik ga jullie op een later moment even uitleggen waarom ik die koop. Nu laat ik even zien wat ik bij de Action kocht. Een etui met stiften voor in de caravan, voor Lea en voor Nick. En voor allebei een kleurboekje. Placemats, zodat ze de tafel niet verzouwen. Dat zijn 4 stuks. Dan heb ik nog een mes nodig in de caravan en snijplankjes. En doosjes voor tussendoor snacks in te doen. Dit is een makkelijke snack voor in de caravan voor tussendoor. Dan heb ik een hammam towel gekocht. Dus een, ja, die kun je als handdoek of als kleed gebruiken. Dat is handig voor onderweg. En ook dit heb ik gekocht met een doel wat ik jullie later vertel. Dat is een sketchbook. Gewoon A3 blaadjes. En deze fineliners, mama, die ga ik hierin doen. Ja, schat. Ik wil. Moet je niet ik wil, mag ik? Mag ik? Mag ik? Bij de Jalinders was ik zo'n 38 euro kwijt. Oh. En bij de Action 25 euro. Ik heb al een paar dagen mijn oren dicht. Dus ik heb even de huisarts gebeld. Ik heb natuurlijk ook al gegoogeld. Wat ik nu moet doen is 3 keer per dag wat slaolie in mijn oor. En deze dan er tegenaan. En vrijdag, dat is overmorgen, kan ik even terecht om te kijken of er een propje. Je hebt nootjes, ja. Kan ik even terecht om te kijken of er een propje in zit en of ze mijn oor gaan uitspuiten. Dus kijk of dit werkt.
Maar hoe krijg ik dat nou erin, hè? Wacht, even een loop. Mijn kennende loopt die olie dadelijk overal behalve mijn oren. Ik heb geen pipet of ooit zo'n ding. Dus ik moet even erin schenken. Ik vind het echt helemaal niks. Hoeveel? Hoeveel denk je, Lea? Zoveel? Ja. Zoveel? Is te veel of niet? Ik vind het echt helemaal niks. Goed. En dan, wat? Hoeveel? Ik heb dat nog nooit gedaan. Zoiets. Ik vind dat helemaal niet fijn. Kan iemand mij helpen? Lea, kun je mij helpen? Oké. Okay. Ik gebruik jullie even als spiegel. Ik vind het echt vassig. Het voelt ook nog meer alsof je oor verstopt. Mama heeft de aura. Mama heeft er een beetje aura, ja. Mama wordt er een beetje duizelig van. Een beetje hoofdpijn krijgt ervan. En ik heb dat ook wel eens last van als ik in de lift sta. Dat ik zo last heb van mijn evenwichtsorgaan. Dat ik, als ik dan de lift al 5 minuten uit ben, dat ik nog steeds evenwichtsstoornissen heb ofzo. Ja, evenwichtsstoornis is een groot woord, maar een beetje zo duizelig ben. En gisteren heb ik de caravan gepoetst en die stond op, niet op pootjes. Dus ja, dat is minimaal dat hij dan beweegt. Maar daar had ik dan even later, toen ik onder de douche stond, nog steeds last van. Dat ik echt met het ogen, toen ik mijn ogen dicht deed, een beetje duizelig was. Dus ik hoop dat het gewoon een propje is. En dat het gewoon voor vrijdag of vrijdag bij de huisarts eruit gehaald kan worden. We gaan weer even door met opruimen. Oh, guys, ik voel me niet lekker. Misschien zie je het ook een beetje aan me. Dat ik wat bips ben. Ik heb even op de bank gelegen toen Lea sliep. Nikki zit Wally te kijken. Inmiddels zit Lea ook Wally te kijken. Oh, en ik heb overal wat staan en liggen. En ik moet het huis en ik moet de caravan verder klaarmaken. Ja, heel ideaal dit allemaal. Ik weet niet of het ligt aan mijn gehoor. Misschien ben ik gewoon een beetje ziek. Of het ligt aan die Milka chocolade konijn die ik gekild heb toen ik op de bank lag. Was. Vaatwasser. Dit. Ja. Dus. Maar goed, ik weet dat ik binnen een kwartier, half uur is het allemaal weer gefixt. Oké, we beginnen op één plek. En dat is, I don't know. Hier dan maar. Mama? Ja? Wil je een appel? Ja. Dat is een goed idee. Ik heb nog een appel. Ja, dan ga ik die even wassen voor jou. Nick, wil je ook een appel? Iets wat bij een film hoort. Een appel kan ook bij een film horen of een banaan. Of druifjes. Wil je iets van fruit? Nee, popcorn gaan we nu niet eten, schat. Dat is voor het weekend, voor als we in de caravan zitten. Nicky, kom de appel halen, schat. Ja, die is voor jou. En die van Lea is gevallen. Alsjeblieft. Nou, dan vreed ik hem op. Kijk maar. Vitamintjes zijn niet verkeerd natuurlijk, hè? Och, schatje, we gaan nu niet meer verven. Oké, dan gaan we verven. My guys. Mama. Ja? Nee, mama, daar kleurtjes. Daar zitten al kleurtjes op, ja. Nou, schort aan. Ja? Oké, nou. Mama, welke kleur is die net zoals glas? Ja, en welke kleur is glas? Groen. Ja. Dank je, mama. Alsjeblieft. Oh, buiten spelen.
We zijn serieus bijna een uur verder of zo. En er is nog meer troep dan net. De kinderen zijn nu buiten. Kijken voor hoe lang. Hier was ik gebleven, dus ik ga hier maar even door. Nou, dat is nog nat, natuurlijk. Oh, vandaag is echt een... Mama. Ja! Ja, ga maar lekker spelen. Nee, ik zei niks. Ik zei helemaal niks. Het is echt chaos in mijn hoofd, maar niet alleen in mijn hoofd. Oké, ik moet opruimen, de caravan inpakken. Onze koffers pakken, eten maken. What have I been doing? Ik zei niks. Oké, guys, ik laat het vloggen even voor wat het is. En ik kom bij jullie terug als mijn leven weer op orde is. Nikki? Ja? Het is niet bedoeld voor op de muur, schatje. Doe maar lekker op de grond. Niet. Dat is een schat. Ja, dat is ook weer zoiets waarvan ik denk, ja. Ja, wel of niet? En Lea, waar ga jij naartoe? Naar school. Naar school? Ja. Oké, veel plezier. Daar is die. Ja. En ook qua kleding, daar zit ik nou echt weer... Is het niet te warm? Zonder is het te koud. Dus, nou ja. Lekker je gang gaan, meisje. Het is donderdagmiddag, namiddag inmiddels al. Hier staat onze caravan. Daarmee gaan we morgen op stap. Het hele weekend, dat zien jullie in een nieuwe weekendvlog. En deze spullen, die moeten nog de caravan in. Onder andere, dus ik ga dat nou even fixen. Terwijl de kinderen een half uurtje Zack en Quack kijken. Zo. Lampje aan. Afwasborstel. Fruitbakjes voor de kinderen. Nog meer bakjes. En nog een snijplakje. Kleertjes voor Nick. We zitten in de auto, we zijn onderweg naar kraamvisite en daarna gaan we naar huis de caravan oppikken en dan gaan we gezellig een weekendje weg met de caravan.